Doet u dit nogmaals in de wonderbare naam van Jezus. Voor degenen die dit wisten, die denken van, in het graskap is echt een man van God. In het verleden was ik en het niet doe geloof. Ik heb mijn moeder en mijn zuster naar de kerk gebracht. En ik heb ze hier gelaten. En ik ben eigenwijs geweest. En ik heb naar mijn eigen stap genomen om naar het Hindoe geloof te gaan. Maar zoals jullie weten, Ben zegt, als je moeder blijft binnen voor haar kinderen, gaat God jouw moeder verleden verloren. En mijn moeder is nooit gestopt tot de dag van heden met ze voor al haar kinderen. En there was a time in my life where God reintroduced himself to me. Ik weet niet hoe ik het moet verklaren, maar hij heeft me gewoon aangeraakt op een bewuste dag. En hij heeft gewoon gezegd, je hoort niet meer naar thuis. Ga terug naar waar je bent gekomen. En ben de stelste spoed, ben ik gehoord zou komen. En zoals jullie hebben gehoord, heb zuster Adia zei van, die zaterdagavond in de schoenen, Erik Albert van de Evangelist, dat ze als het ware Jezus zag voor elkaar. Ik weet niet, maar vandaag heb ik nog een bevestiging gehad. Want dezelfde ervaring die zij heeft gehad, heb ik ook gehad. Ik stond hier en hij zei in mezelf over. En ik zag gewoon Jezus echt in een felle vuur zo echt staan. Waar dit ding hier is, stond hij vandaag. En hij heeft me aangedaan. En ik weet niet, maar ze ging daar gewoon over en ze, ik ben daar naar de voetballonnen en ik heb de terrein, sorry, en ik heb me dan vastgehouden. Ze lag daar op mijn buik, toch? En ik maakte dan die grap van en daar is iets van, zie je daarom is het goed dat ik een grote buik heb. Maar, dus, en zoals ze zei, ze zag niet eens een schoot aan. En toen had ik niet willen geloven, dus toen ze zo op me viel, was het alsof ik naar achteren zou gaan. En ik dacht, mijn God, beide van ons gaan hier vallen, dat gaan we goed zien. Want je moet daar gaan, is steeds, dus als je valt, weet je niet wat er met je kan gebeuren. Maar je gaat me niet geloven, broeders of zusters. Er was iemand achter me en hij heeft me vastgehouden waardoor ik een kracht heb gehad om haar nu op te tillen en op de schouder vast te houden. En dat komt dus, dat kracht die me, de persoon die me van achteren heeft gehouden, weet ik dat Jezus daar was. En ik weet dat vandaag heb ik op een bevestiging gehad dat het God was, dat het Jezus was die daar voor ons stond en die ons niet aangeraakt. En ik ben er zeker van, vele van jullie hier hebben de aanraking van God moeten ervaren. Jullie hebben de aanraking van de Heilige Geest gehad. Ik wil jullie op een goede manier nemen. Geef nooit op in het geloof, wat er gebeurt. Maar wees dan vastig in het midden. In de ochtenduren, dank God voor jouw leven. En er zijn zoveel dingen waarvoor wij God moeten danken. Het eerste waarvoor wij blij te zijn dat wij hier vandaag staan, gezond en wel, dat we kunnen ademen, dat we een nieuwe dag hebben mogen ervaren. Wees God altijd in jouw leven, elk uur, elk minuut, elk seconde. Dankbaar. Wees gezegend. Amen.